وهد ابراهيم وي وي يا وهد بلال يا وهد ابراهيم وي وي يا وهد بلال يا وهد ابراهيم وي وي يا اخت مولى وي وي بوسي في بيتاج وي وي اكتي بيتاج وي وي نيجيتيفيتي وي وي خين بيت فور وي وي ان ويغن دور وي وي براين فلو Jawel, dat zijn we weer! Ja, jawel, mensen, hier zijn we weer! Waar zijn we vandaag, Bilo? Utrecht. We zijn bij Utrecht, hè? Tegen wie speelt Utrecht? Feyenoord. Nee, joh, gekkie. Tegen wie spelen ze nou? Zeg maar. ADO Den Haag. Tegen ADO Den Haag. Maar wie gaat er winnen? Ja, ik wist het, ja. ADO. Wat? Hoe doe je ADO? Kan niet? Kan toch niet? Ik ben voor Utrecht, mensen. En jij bent voor? Utrecht. Nee, ben je nou voor ADO of voor Utrecht? Wat is het nou? Utrecht. Jij bent voor Utrecht. Ben ik voor ADO? Hey, hallo. Hallo. Milo. Waar ga je heen? Nou, die man sport niet. We gaan in ieder geval kaartjes halen. We gaan hier een topdag van maken. Yassin Eyoub, die heeft ons uitgenodigd voor deze wedstrijd. En hopelijk gaan we een tof, geweldige wedstrijd beleven. Alleen maar liefde. ADO, bitch. Wow. Hi. Bilal Rakau. Sorry, Bilal? Ja, Bilal en Brian Rakau. Zo, hé. Hey. Gaan jullie badjes al doen? Yes. En dan krijg je een badje op. Ga ik om je pols doen? Ja. Alsjeblieft. Hartstikke bedankt, hè. Dankjewel. Zo, hé. Graag. Ik heb voor mijn cliënt hebben geregeld dat we een hey. Eén keer per jaar een jet rijden. Wat vind je ervan, Bilal? Hé, hey, kijk eens. Dit stadion is alleen voor echte? Echte mannen, kijk eens hé. Hey. Zo hé. Hey. Het is voor het eerst dat ik zo vroeg in het stadion zit. Maar ik dacht, vandaag ga ik gewoon echt niet stressen. Of niet, Bilal? Ja, hey, wie speelt bij ADO Den Haag? Nasser. Nasser! En wie speelt bij Utrecht? Randy Houten. Nee, ja, die speelde vroeger. Maar wie speelt er nu? Ja. Yassin. Yassin en Ayoun. Ayoun. Yassin en Ayoun. Zo, en wie gaat er winnen? ADO. ADO? Wat? Wat zeg je nou? Ik zeg Utrecht, hij zegt ADO. We gaan het zien, mensen. Alleen maar liefde. Altijd. Van de streek. Klieg komt mee van de streek. Schiet en scoort. Bilal is een beetje boos. Ja, kom maar door. Gaan we drinken halen. Gaan we drinken halen. Let's go. Nee. Wel lekker. Hey! Ja, dat is Bilal. Ja. En jij bent ook. Ja. Ik ben wel gaan. Ja. Begin met een B. Bra. Brahim. Ja. Wil je nog een shout-out verzorgen? Ja. Naar? Shout-out naar Wally.
Nou, dat is mooi. Veel plezier, hè? Nou, dan heb je dan tweede helft gaat beginnen. Ben je klaar voor? Ja. Wie gaat er winnen? ADO. ADO? Zeker weten? Ja. Maar ADO staat nu achter. Ja, dat ben je. Ja, rustig. Maar ik zeg alleen dat ADO nu achter staat. Oké, we gaan tweede helft. Gaat nu starten, dames en heren. Daar is Johnson. Is geen buitenspel. Johnson met Lewin. Johnson met het schot en de goal. Oh, ADO Den Haag heeft gescoord. ADO Den Haag. Ja, die harde durf niet te eigen, hè? Hè? Ja. Durf je niet meer te eigen of zo? Oh, 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 oh. Een enkel doelpunt voor de beleving, Jeroen Johnson. Hé, ADO heeft gescoord. Het staat 1-1. Wie gaat er winnen? ADO. Ik zeg Utrecht. Nee. Ja wel. Nee. Wat ben je aan het doen? Hey. Het zit allemaal in broodje. Lekker? Ja? Knap je? Nee. Eentje. Die met de bal er vandoor is met Kerk. En daar is schot van Klieg. En weer een redding van Groothuizen. Opa, lat en van de streep Groothuizen. Dat geluk, Brie. Ja, bijna Utrecht. Zo, hé. Oké, Jati. En ook deze is gevaarlijk. En dit is een goal. ADO Den Haag heeft gescoord. ADO Den Haag heeft gescoord. Oh, 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 oh. Hij doet gewoon hier midden s'avonds van ADO schreeuwen. Hij doet wel. Dit is een beetje de Sean Kleiber. Ben je blij? Ja. Buigen, zeker ook in de race op die vierde plek, is het van groot belang hier wel te winnen. En Kerk kan daarvoor zorgen dat het nog gelijk wordt. 2-2, 2-2. Aan de andere kant is het Hooi die hier misschien voor de 3-2 kan gaan. En dat doet ook! Ja! Oh, oh. Nee, nee, nee. Ja! Of krijgt ADO victorie? Dwars door de muur een beetje. In ieder geval tegen het net aan. Ja, mensen, ze hebben net gescoord. Ja, gewoon, ik ben gewoon heel veel kwijt. Maar gewoon 3-3. Ja, ik zeg, wat een prachtig gedeelte gewoon. Maar uiteindelijk 3-3, de laatste minuut. Ja, helaas heb ik de emotie van Bilo niet kunnen laten zien. Maar Bilo, hey, wij zijn echte, echte. En wij geven iedereen alleen maar. En wij zeggen altijd positiviteit. Aardig bitch. Wow. Wat doen ze hier allemaal? Zo. Dag. Ja. Dankjewel. Goedendag. Bille. Hey. Mag je nog veel? Kijk,
Willem, hoe gaat het? Ja. Goed? Ja, alles goed? Ja. Wat vond je ervan? Ja. Wat vond je ervan? Nu moet je eerlijk zijn. Eerlijk, voor wie was jij? Eerlijk, maar voor wie was jij? Adam. Ik ga je eruit sturen. Dat kan toch niet? Ben je voor ADO? Waarom ben je voor ADO dan? Door wie? Door? Nasa. Nasa, helemaal gek. Dan ben je mij vergeten. Wie ben ik? Ayun. Je bent mij niet vergeten. Maar vanaf nu ben je voor FC Utrecht, hoor. Nee, hij gaat weg, hè? Ja, dan nog. Ik ben hier nog. Ik ben hier nog. Hij wil weten, jij man. Zeg dan. Je bent nu voor FC Utrecht, toch? Wie is de beste, FC Utrecht of ADO? ADO. Je geeft mij pijn. Ja. Niet doen, hè? Anders word ik boos, hè, Bilen? Anders word ik boos, hè, Bilen? Bilen, waarom ben je voor ADO? Dat ben ik niet doen. Huh? Ja, dan kom je naar mij toe, hè? Ja, je durft niet tegen mij te praten nu, hè? Je durft niet tegen mij te praten nu, hè? Bilen, zeg dan, waarom ben je voor ADO? Vals spelen. Oh, was de enige die daar aan het jijgen was. Waarom? Je mag toch niet van ADO zijn? Grote vriend van mij. Ben je Feyenoord of Ajax? Ajax. Je bent echt tegen mij, hè? Je bent tegen mij, je bent tegen de persoon, hè? Niet tegen de club. Zeg maar, Bilen. Waar zijn we nu? Dit is spelershome. Oké. Dit is spelershome voor spelers en de familie die hier dan komen. Ja, oké. Dat is wel leuk. Kijk, hier komen alle spelers zo meteen. Zie je dat? Hey. Ja. Hey, is Yassin Eyoub lief? Is die lief voor jou? Ja, wat vind je ervan? Vind je het leuk om bij FC Utrecht te zijn? Je ziet er wel mooier uit dan ADO. Toch? Ja? Dus je bent eigenlijk een beetje voor FC Utrecht. Je bent high five. High five. Dan gaan we weer samen. Huh? Hij gaat nu een beetje observeren, een beetje... Ja, even kijken naar hoe... Spelers zoeken. Waar zitten de spelers? Zullen we naar de kleedkamer toe? Naar de kleedkamer? Naar de kleedkamer. Wow. Spannend. Mocht niemand zeggen. Dokter? Dokter? Hij krijgt een prik, Bilo. Nee. Hij is bezig. Kijk. Wow. Goeiedag, heren. Vind je het niet erg, toch, boys? Nee, toch? Even een foto met de spelers? Kijk, hier zit ik. Hier zit ik. Zo, kijk eens. Dit is mijn plek. Zie je dat? Dus hier zit jij iedere week? Hier zit ik iedere week, man. Ik ga zitten, vriend. Ja, toch? Ik weet niet wat jij gaat doen. Kijk, en hier zit Zakaria. Hier zit Zakaria naast mij. Zie je? Weet je wie dat is? Ja. Wie dat? Hij heeft gescoord vandaag, hè? Huh? Ja, hij heeft gescoord vandaag. Maar durf jij tegen hem te zeggen voor wie jij bent? Voor wie ben jij? Ben je voor FC Utrecht of voor ADO? ADO. Hoe kom je hier nou binnen dan? Ja? Ja. Hey, kan toch niet? Maar hij heeft wel gescoord tegen ADO. Lekker voor je. Ik heb een idee. Ik heb een idee, Bilal. Kom, we gaan op de foto met hem. Kom, ik ga hem op de foto met hem. Kom. Samen, jullie gaan samen op de foto. Wil je niet bij ADO naar binnen dan? Ja. Ik weet niet, man. Ja, maar, ga maar op de foto. Ga maar naast hem staan. Kom. Ga maar naast hem staan. Doe hem niet in. Ja. Hij is zenuwachtig. Ga maar lekker naar. Doe liefdetekentje. Doe liefdeteken, hè. Liefdeteken. Hartje. Moet je mij wel aankijken, hè. Kijk mij maar aan. Juist, ja. Dat zullen ze bij ADO helemaal geweldig vinden, vriend. Wil je ook met Urbi? Wil je ook met Urbi en Manuel zo? Hij is een hele grote speler, hè, dit. Hele grote speler. Weet je van wie jij vriend is? Van Ri... Ricardo. Ricardo, ja. Wil je ook met hem? Wil je ook met Jean Kleiber? Dit is onze dynamite. Ga maar staan, Bilen. Hij is een vuurpijl. Geluk, man. Juist, kijk mij maar aan. Ja. Goed zo, hé. Wij zijn echte mannen. Echte mannen. Wij zijn boksen. Echte mannen. Urbi gaat ook voor jou tijd maken, natuurlijk. Weet je waar hij heeft gespeeld, of niet? Bij AZ. Nee, geen AZ. Ajax. Ajax. Ja. Heel lang, hè? Liefde. Kijk eens, Bilo. Ja. Je moet niet voor zijn gezicht. Ja, Urbi. Ja. Top, man.
Super, dankjewel. Ik ben voor FC Utrecht. Ik ook. Dus nu is het 2 tegen 1. Zal ik je wat geheim vertellen? Weet je waarom jij gaat voetballen? Ja, weet je dat? Zal ik je vertellen? Hé, hey, weet je waar hij gaat voetballen? Ja. Bij. Zeg maar. Hoe? Naar wie? Ja, harder? Ja. Echt? Weet je? Ik ja. Mooi? Ja. Kijk. Wat is dit? Kijk. Hey. Dat is toch lief? Wil je hem niet? Van wat voor wil je dan? Hoe is het? ADO. Ja, oké, okay, maar je hebt eentje van ADO. En eentje van? Utrecht. Ja! Kijk, en er zit een handtekening op. Van mij. Nee. Hé, hey, wat zeg je dan? Nee, maar. Hè? Ja, toch? Vind je hem mooi? Ja. Ja, dat is Eredivisie, hè? Vind je hem heel mooi? Mag ik hem terug alsjeblieft? Nee. Oké. Ik ga hem bij mij. Je weet hem wel aan te pakken. Ik ben mijn vriend. Hoe vond je de wedstrijd? Hoe vond ik de wedstrijd? Ja. De tweede helft, eerste helft, zijn we over één dat dat minder was? Ja, de eerste helft was eigenlijk wel in ons voordeel. We speelden gewoon goed. Alleen de kansen maakten we niet af. Op vlak voor de finale. Maar de tweede helft, ja. Ik vond het slecht, man. Ja? Wij geven onze goals veel te makkelijk weg. We zijn veel te zwak in duels. Ja, was dat die wel volgens mij aardig nodig vandaag? Ja, ik. Dat mag je zeggen. Ik praat daar liever niet over. Nee, man, nee. Ja. Maar kijk je dan ook echt geïrriteerd op zo'n moment? Ja, of? Ik ben best wel geïrriteerd. Ja? Bilet? 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 Pas op. Kijk. Bilet, wat doe je? Wat doe je? Kan toch niet? Bij de 3-2 heb ik echt mijn telefoon een goede klap gegeven, man. En de 3-3? Wat toen was ik op het veld. Nee. Ik ging naar beneden, man. Ja, dat is ook natuurlijk Zeki, weet je. Het is een goede vriend van mij, dus ik mag hem graag. Dus, ja, ik was zo blij dat hij hem scoorde. Ik kwam bijna het veld oplopen, maar toen keek ik even naar mezelf, dacht ik maar, niet de juiste kleren. Niet de juiste kleren. En hier, wie is de echte gozer met wie je constant gewoon goed omgaat? Ja, hij zit naast me, man. Zakaria, man. Nee, dat doen we ja, meestal. Wil je wat eten? Ik heb pannenkoeken voor je. Ja. Wil je pannenkoek? Kom, we gaan pannenkoeken aan. Hij zit meestal gewoon naast mij overal. Ja. Ook bij de kleedkamer van ons trainingsveld. Bij elke naast elkaar. Zo, ook niet bij elkaar. Ja, op een gegeven moment, ja, dat is een beetje normaal, weet je. Je gaat met elkaar. Kijk, ik begrijp het volledig. Ja. Ik begrijp het volledig. Maar, als ik eerlijk ben, hebben we ook. Iedereen gaat wel goed met elkaar om, man. Ja. Kijk, dit is onze MLB, man. Dit is onze speler, man. Dit is, kijk eens. Ik ben persoonlijk fan van hem. Kijk eens. Hé hey, man, alles goed? Ja. Lekker. Vriend, alles goed? Ja. Ja? En neem Yassine even mee voor de rondleiding. Mag hey, op de foto? Ga op de foto staan, met de speler. Echt waar, hè? Ja? Dat meen ik, hè? Je moet wel liefdetekentje doen bij hem, hè? Wel liefde. Kom erbij, gaan we samen op de foto. Doe maar liefdetekentje voor hem, Ja, alleen maar liefde. En dan moet je mij aankijken, hè? Ja, goed zo. Ja. En mooi, hè, om hier in de kleedkamer even te zijn. Ja. Dat is goed zo. Wil je deze of wil je een pannenkoek? Kijk eens, wie is dat? Nachtman. Ja! Wie? Was goed? Ja. Krijg jij een mooie shot? Krijg jij een mooie shot? Broer, was goed? Hoe leg je ja? Alhamdulillah, wat ik. Verrassing, Bilal. Hè? Ja. Hé man. Heb je de wedstrijd gekeken? Hey. Voor wie was je? Aangaan, toch? Oh, joh. Je hebt het niet goed geregeld. Hey. Voor ADO ben jij. Hey man. Ik nodig je uit, je bent voor ADO. Mooi. Ja. Dank je weer, hè? Ik zeg je eerlijk, Nasser, hij zat je de hele tijd toe te juichen, man. Serieus? Ja, als je de video terug gaat zien. Zo. Ik zit Jesse in en hij zegt Nasser. Hey. Ik dacht dat wij vrienden waren, man. Bilal en ik zijn laatst op stap geweest. Ja. Moeten we ook even met Jesse regelen? Ja, man. Hè? Sowieso. Ja, zeker weten. Bilal, je bent nu al 2 keer bij mij geweest. Ja, die heb ik al gezien. Toch? Nu ben je al 2 keer bij mij geweest. Penalty nemen, toch? Ja. Dus hier is een keeper. Weet je dat nog?
Toen ging je bij mij scoren. Heb jij voor mij verpest dat ik niet meer ongeslagen ben? Ja. Utrecht. Utrecht. Hey. Utrecht. Ja. Je hebt toch Utrecht shirt vast? Ja, Grapjas. Ik ben Grapjas. Maar spreken jullie elkaar vaak na de wedstrijd? Of is het gewoon... Vorig jaar was hij er niet. De thuis was hij. Ja. En nu was ik er niet, man. Ja, toen was ik er niet toen hij... Nee, het was op het begin, hè? Maar het is niet dat iedereen, alle gasten een beetje elkaar zijn telefoonnummer hebben, even appen, dit, dat, morgen, dit, dat, slopen. Je moet het is wel ver van elkaar af en zo. Man. Ja, ja. Je bent niet echt zodanig, maar als je elkaar ziet, dan is het wel... Dan is het gelijk meteen oké. Okay, ja, zeker. Nee, het wel. Het zit altijd goed. Dan komen ze uit Limburg. Ze hebben daar radio, toch? Ja, klopt, ja, klopt. 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 Oh jee, hij is weer op onderzoek. Nou, Bilal zit de kleedkamer schoon te maken, mensen. Jongen. Zie dat, Bilal? Kijk, hij gaat op de foto. Zie je dat? Bedankt voor alles. Bilal, kom, heb ik je knuffel gegeven? Moet ik blijven nog, hè? Heb ik je knuffel gegeven? Grote knuffel. Ja! Mijn grote vriend. Hé, wat? Ja? Zeg maar tegen Yassin, zeg maar. Wij zijn echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar? Liefde. En wij zeggen altijd... Liefde. Positief. Super bedankt, we houden even contact, broer. Tuurlijk, ja, is goed, man. Kom maar. Wow. Zo, hé. Ja man, dat zijn we weer. Jawel mensen, hier zijn we weer. Zo, het was eventjes wennen. We mochten hier gewoon in de kleedkamer, Bilal. Ja. Ja. Hé, hey, en wie is een echte man? Zeg dan. Lasse. Ja. Nee, wie is een echte man? Leon. Hè? Leon. Leon. Ayoub. Ayoub. Yassin Ayoub. Ja. Hé, hey, kijk eens. Hé. Hey. Yassin Ayoub, echt super bedankt. Echt tof dat je tijd vrij maakt, ondanks je super druk hebt. En al die kinderen zaten op jou te wachten. Echt dubbel respect. We hebben enorm genoten. En we gaan je zeer zeker blijven volgen. En ADO Den Haag. Wij gaan zorgen dat hij voor Utrecht wordt. Dat beloof ik je bij deze. Super bedankt. Alleen maar liefde mensen. Super bedankt voor het kijken. Hopen dat jullie genoten hebben. Want wij zijn echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... Liften. En wij zeggen altijd... Van 7 tijd. Utrecht, wij zijn voor Utrecht. Utrecht, wij zijn voor Utrecht. Utrecht, Utrecht. Wai, alleen maar liefde. Wai. Jeeuw, het Ibrahim, wai. Jeeuw, het Bilal. Jeeuw, het Ibrahim, wai. Jeeuw, het Bilal. Eeuw, het Ibrahim, wai. Jeeuw, echte mannen, wai. Positiviteit, wai. Activiteit, wai. Negativiteit, wai. Geen tijd voor, wai. Heel wegen door, wai. Brain flow.